Ik sta hier naast Diane de Vriend. Hallo. Hallo. Directeur Artemis Markant. Ja, dat klopt. Ja. En nou, we zijn de handelsmissie in Brussel. En wat ik nu geleerd heb, is dat Artemis en Markant echt voor vrouwen zijn. Ja. Verenigingen voor vrouwen. Aha. Met een enorm hoog aantal leden. 25.000. Ja, inderdaad. Ja. Wat bij kunnen ons wij zijn daar in Nederland van leren? Geef ons eens tips. Ja. Ik denk dat jullie in Nederland ook heel veel vrouwenorganisaties hebben. Alleen zijn ze een beetje te veel versnipperd. Hè? Ja. En we proberen ze eigenlijk allemaal zoveel mogelijk onder één dak te krijgen. Hè? Ja. Dus we hebben eigenlijk twee labels, twee merken zou je kunnen zeggen binnen onze organisatie. Dat is Markant aan de ene kant en Artemis aan de andere kant. En wij bekijken dat eigenlijk in functie van de insteek van de vrouw. Hè. Ja. Sommige vrouwen die komen bij ons op basis van de invulling van hun vrije tijd en het ontplooien op dat vlak. Hè. En andere vrouwen komen... Dat zijn geen ondernemers per se dus? Niet per se. Nee. Hè. Dat zijn veel ondernemsters, maar niet per se. Hè. Ja. Voor ons is het de ondernemende houding die telt. Ja, de ondernemingszin die vrouwen hebben. Ja. Ze moeten dynamisch zijn. Ze moeten iets maken van hun leven. En dan bij Artemis, daar nemen we de insteek vanuit de professionele kant. Ja. Hè? Dus vrouwen die hun carrière of hun eigen zaak, hè, in veel gevallen, een duwtje in de rug willen geven. Ja. En die proberen we eigenlijk zoveel mogelijk bij ons te betrekken door het organiseren van allerlei activiteiten. Ja. Vorming, netwerken, coaching, netwerkdiner, coaching enzovoort. Wat is nou de grootste fout die vrouwelijke ondernemers maken? Dat ze niet durven. Dat ze niet durven, ja. Ja. Vrouwelijke ondernemers zijn veel te bescheiden. Veel, ze kunnen heel veel. En ze hebben heel veel talenten. Waar zit hem dat in? Ja. Wat kunnen ze veranderen? Ja, dat is een cultuur. Hè? Want we zien dat niet alleen bij ondernemers, maar we zien dat ook binnen bedrijven. Hè? Dus als er een vacature openstaat, dan zijn het typisch niet. De vrouwen die niet durven springen naar die kaderpositie en dergelijke. Hè? Dus vrouwen moeten zich veel meer bewust worden van hun ongelooflijke talenten en competenties die ze echt wel hebben. Die ze ook, hè? Dat dus, zien wij ook natuurlijk. Ja. Nou, we zijn hier met een 30-40-tal vrouwen. Ja? Geef eens een indruk van zo'n handelsmissie. Waarom is zoiets belangrijk voor ondernemers, voor vrouwelijke ondernemers? Ik vind wat mij vooral opvalt is dat het direct heel veel energie geeft. Ja. Hè? Door het feit dat je netwerken sowieso al, hè? Dus netwerken, dat is de kracht daarvan. Hè? Door ervaringen uit te wisselen, krijg je energie en geef je energie aan elkaar door. Ja. En als dat dan tussen twee landen is, is dat extra fijn. Dat is toch wel extra, hè? Ja, absoluut. Ja. Want dan hoor je zo eens helemaal andere dingen. Hè? Ja. En dan hoor je waar de good practices van het ene land en van het andere land. En dan kun je op die manier ook weer van elkaar gaan leren. Ah, doen jullie dat zo? Ja. Ja, wij doen dat zo. Dus al die vrouwen die nu niet mee durfden. Hè, want ja. Dat zijn er best veel die zeiden, nou, dat is niks voor mij. Ja, die moeten daar nu heel erg spijt van hebben natuurlijk. Ja, precies. Ja. Stel, er komt weer een handelsmissie naar een ander land of weer naar België. Welk advies zou u ze geven? Een handelsmissie vanuit Nederland terug, hè? Dus of omgekeerd eigenlijk. Omgekeerd, als de Belgische vrouwen bij ons gaan komen. Ja. Hè? Ja, waarom zouden ze meegaan? Ik zou welk advies moeten ze hebben? Ja, als het over België gaat, dan zou ik zeggen van kijk, wij zijn zo'n klein landje. Hè? Ja. Met dan nog drie verschillende taalgebieden. Ja. Nederlands, Frans, Duits. Wij zijn zo'n klein landje. Dan moeten wij toch onze blik volledig openleggen. Hè? En over de grenzen gaan kijken. En dan kan ik dat heel goed begrijpen dat niet elke zakenvrouw en niet elke onderneemster onmiddellijk naar China wil trekken of wat dan ook. Hè. Maar dan kan ik niet begrijpen dat ze niet op zijn minst even over het muurtje bij de noorderburen gaan kijken. Ja, dat is toch wel het minste dat ze kunnen doen. Ja, en daar zullen ze ook al heel veel uithalen. Hè. Dat is precies. Daarom zijn wij hier ook. Ja. Dank inderdaad. Wel. Nee, graag gedaan hoor.